Welkom mensen, bij weer een gloednieuwe video. Vandaag hebben we weer een spiksplinter nieuwe map spotlight. Omdat de vorige map spotlight van een waterpark zo goed was bevallen, gaan we er vandaag weer één doen. Deze zal uit vier delen bestaan. En ja, we beginnen vandaag met het hotel. Het leuke is, Stan heeft geen idee wat te verwachten. Ik heb wat screenshots naar hem gestuurd, maar dat was het. Yep, ik weet bij god niet wat ik moet voorstellen. In ieder geval hebben we nou een brug naar de... Ja, naar de plek toe. Ik zal maar een beetje vliegen, want anders... Nou, trouwens, het is wel best wel dichtbij. Holy shit. Fuck, oh, je ziet hem nou al. Jouw render is dan echt... echt ver. Kijk wat ze hier hebben. Een bar. Nou, in ieder geval gaan we vandaag dus even kijken naar het hotel. Het hotel heet, als het goed is... Nou, dan moet ik heel even wachten. Het staat hier op de tekst, dan weet ik het zeker of ik het goed zeg. Lol. Hier staat hij... Atlantis. Ja, nou, oh ja. Goed in gedachten. Holy shit. Dat is echt ziek. Echt mega. Ja, en wat zit er nou bij dit hotel? Bij dit hotel zit... Hier is dat water even over dat pad gestroomd. Ja, klopt. Dat is wel een beetje minder. Maar ja, ik weet niet of dat de bedoeling is dat er allemaal water langs moet komen. Of dat er ook echt... ja, of dat hoort, ja of nee. Maar ja, bij dit hotel zit echt een mega vet waterpark. En die zullen we de volgende aflevering gaan doen. Dus daar moet je nu nog heel even op wachten. Even kijken. Nee, het is wel jammer, die huisjes hier, dat die niet ingericht zijn. Het zijn wel grappige huisjes. Ja, want het is een resort. En ik weet niet of jij ooit in een resort bent geweest. Zekers. Echt? Ja, in Turkije. En ja, hoe is dat? Want ik zelf niet. Ik wel hotel en campings. Ja, het is echt gewoon ziek. Je hebt dan gewoon vaak één groot hotel en allemaal losse appartementjes. Wij zaten dan in zo'n appartement en dan heb je gewoon... Ja, we hadden ook allemaal fucking veel glijbanen en gewoon de hele dag door eten. Wij konden gewoon zeg maar van het ene restaurant naar het andere restaurant zwemmen. En dan had je gewoon een Italiaans restaurantje, daar aten dan pizza. En dan zwommen we een stukje verder, gingen we even vis eten in het Griekse restaurant. Wow, dat was echt zo luxe, dat was echt zo relaxed. Maar deed je dan wel een half uur wachten voordat je ging zwemmen, of niet? Nee. Kramp. Moet je schijt aan hebben. Ja, nee, dat is wel... ja, je legt het eigenlijk best wel goed uit nou. Want hier aan de ene kant zit dus een mega groot hotel. Aan de andere kant dus al die huisjes hier. Ja. Maar goed, ik ga even kijken wat er aan de onderkant van een hotel zit. Jammer genoeg zit dus wel knijten veel water daar. Oh, yo, inderdaad. Dus wordt het een beetje lastig doorheen lopen. Misschien dat ze iets met signs verkeerd hebben gedaan of zo. Ik of misschien dat het komt omdat shit. Er echt aan de bovenkant, weet het, zo'n gek penthouse zit of zo. Want daar heb ik niet echt gekeken of dat ook zit. Dat weet ik ook niet. Aan de bovenkant. Nou, in ieder geval vette fontein hier. Het ziet er echt is... sick, hè? Ja, gaan we wel even binnenkijken hier in die brug. Het is goed, is dat hier wel iets van een restaurantachtig iets. Dus helemaal omhoog. Even kijken. Nee! Helemaal leeg! Je moet me even... Doe mij eens even op, hè. Dan kan ik TP naar jou als ik jou kwijt ben. Ik... Oh. Kijk eens aan. Oh! Helemaal leeg. Ja, ik dacht dat er hier nog wat kamertjes in zaten, maar het is wel... Nou, hier zitten wel trouwens wat kamertjes aan de buitenzijde van de... Nee, maar... Van de pand. Het lijkt wel alsof dat niet relaxed is. Je ziet hier ook zo'n blok tussen. Ja. Zo van even lekker mijn kamer uit. Oh, fuck. Dan is het gewoon afgelopen. Wel echt ziek groot zeg. Holy shit. Ja, dat klopt. Maar dat is wel vet jongen. Dat is wel iets in Turkije. Dat moet ik ook ooit een keer doen. Ja, ons resort was op zich wel lachen. Want... de eigenaar van ons resort, zeg maar, was ook de eigenaar van die voetbalclub, Fenerbahçe. Wow, dus we hadden elke vrijdag kwam er zo'n tering groot, zo'n feest met allemaal van die laserlampen en allemaal van daar superveel eten en zo. Dat was echt vet. Ben jij nou helemaal omhoog? Ja, ik ben, al die kamertjes zijn wel allemaal hetzelfde. Ja, dat is wel een beetje minder. Het is wel grappig gedaan op zich, maar wel allemaal hetzelfde. Dan gaan we even een mooi overview hier buiten. Ah, het is nacht, wacht even, het is... Zo. Kunnen we zien wat we doen. Nee, ik dacht dat hier in het midden dat water niet... Het ziet er wel echt sick uit, dat wel. Niet zo... ja, hoe heet het? Dat water niet zo er doorheen zit.
Ja, dus mensen, wil je zelf gaan bekijken deze map, kijk even in de beschrijving. Ook aangeraden is, want je ziet het wel, mijn balkje ziet er wat anders uit, dat je even de texture pack erbij pakt. Want anders zijn al die lichtblauwe blokken die je in de ziet bij de hoed. Dus waardoor die golven aan de zijkant zijn, dat is normaal, zijn dat allemaal diamond blocks. Niet, nee, er zijn diamond ores trouwens, dus ik zeg het verkeerd. Dus dan lijkt het in één keer allemaal steen. Dus dat is wel gek. Wow. Maar, hier dit stukje hebben we nog niet gehad. En deze huisjes zijn volgens mij wel ingericht. En dan meer die resort, die appartementachtige huisjes. Ja, aan deze kant hier. Ja. Dus dan gaan we even hier even binnen koekeloeren of dit... Hier ook allemaal keivel water. Ja, hier hebben ze een mooie wannabe riviertje. Of niet? Nee, deze kant... Volgens mij is hier deze gewoon helemaal overspoeld. Even kijken wat er op de sign staat. Astral was hier. Ja, die heeft hier alles onder water gezet. Ik zie het, ja. Oh, gaat hij ook nog helemaal naar beneden hier? Oh nee, hier stukje. Ja, hij is gewoon zo'n... Het is wel lekker fris. Ja, voor fris in de duik tijdens het eten. Maar what the fuck, waarom hebben we zoveel dat water in gepleurd? Dat weet ik niet. Misschien dat deze echt gewoon... dat dit huis gewoon helemaal gecreefd was. Want deze is wel gewoon helemaal normaal. Hier zit alles gewoon netjes in. Oh, wacht even. Hierboven zit wel een zwembad. Misschien dat er die blokjes kapot zijn. Bij een ander huis. Oh nee, ook niet. Nee, dat klopt. Die zijn wel gewoon netjes. Nee, hier, deze klopt wel volgens mij helemaal. Deze hier. Oh nee. Hier zit het ook allemaal onder water. Wat staat hier allemaal? Living room. Oh, netjes, netjes. Ja, zonder iets erin. Maar ja, toch maar even een bordje dat je weet wat het is. Zo'n huis zou ik wel echt in het echt willen hebben, jongen. Dat zou echt... Dat is... Vooral op zo'n resort. Dat is fucking vet. Maar wel jammer dat er bijna helemaal niks in staat. Behalve een bed. Flink wat water. Ik het wel zelf inrichten. Dat is dan wel weer een voordeel. Ja, ze hebben het wel alleen het dak ingericht. De dak is wel lachen. Ja, de dak is wel best relaxed. Gewoon zo'n... Lekker parasolletje. Kijk jij trouwens vaak de tv-show? Wat? De tv-show, kijk je daar vaak? Nope. Ah, dat is wat het is. Nee, want voor een paar weken terug was er zo'n vent op. Zo'n meubelontwerper. En die deed alles in het wit-zwart. En dat doet mij er een beetje aan denken. Die had ook ongeveer zo'n huis. Dat had hij gewoon, ja, in het echt dan. Dat was fucking vet. Het is wel ziek hoor, dat huisje. Als je er zo even vanaf de buitenkant hier kijkt. Moet je hier bij, bij deze hebben ze dat die aan de zijkant ook water heeft. Op het dak. Oh ja, op die bovenste. Echt, what the fuck. Ja, op die regel. En deze moet nog afgebouwd worden, denk ik. Hier zijn ze nog in aanbouw. Oep. Of niet, dat is gewoon een nieuwe versie van balkon. Balkon extended. Geen dak. Volle bak dak eraf. Ja, deze heeft volgens mij wel... Oh nee, geen keldertje. Kan jij mij... Kom eens hier. Kan je even mij dit ontcijferen, wat dit moet betekenen? What the fuck? Wat zou het moeten betekenen? Iets van golfjes of zo? Ja, golfjes lijken het wel. Nou, hier heb je in ieder geval alvast... Oh, hier is de Home of MC Paradox. Wow, yo! Kijk hier die kip! TP is. Ja. What the heck? Die is paars! Oh! Oh, kut, ik sloop alles. Fucking grapje, man. Paarse kip. Nou, ik zal jullie kijkers alvast even een kleine sneak preview geven van hier het waterpark. Kijk eens aan, kijk eens aan. Want dat was het weer van deze aflevering. Ik dacht eigenlijk dat die huizen waren ingericht. Dus excuses dat we niet zoveel veel hebben laten zien. De volgende keer gaan we naar het haventje toe. Kijken of daar wel iets leuks te beleven is. Ik hoop in ieder geval dat jullie genoten hebben. Wij in ieder geval niet. Lol. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Yep. Later.